President Desi Bouterse is vandaag op een persconferentie ingegaan op zijn deelname aan de CARICOM-top die onlangs in Guyana is gehouden. Het staatshoofd heeft ook vragen beantwoord omtrent actuele vraagstukken. Bouterse gaf aan dat Trinidad te kennen heeft gegeven geïnteresseerd te zijn in een samenwerking op het gebied van energie en houtexport. Deze zaak is voorgelegd aan investeur. En wij willen binnen 2 weken willen wij reageren. Om van daaruit, vanuit de structuur, van daaruit een werkdocumenten te gaan maken. Die uiteraard later aan de regering zullen worden voorgehouden. Om te komen tot plannen. En dan hopen wij dat een van de dromen van Suriname echt met film gematerialiseerd wordt, namelijk de zogenaamde CARICOM Enterprises. Hele enthousiaste groep. Ik moet wel zeggen, wat me is opgevallen, is de enorme aandacht welke men heeft voor Suriname en het Caribisch gebied. Iedereen wil zo'n beetje met Suriname praten. Alles en iedereen wil met Suriname praten. Het schijnt alleen dat Surinamers onderling niet willen praten met elkaar. Het staatshoofd haalde verder aan dat de Guyanezen hun land heel nationalistisch uitdragen. Daar zouden Surinamers veel van kunnen leren. Bouterse zei verder dat hij de CARICOM-staatshoofden omstandig heeft geïnformeerd over de 8 december gebeurtenissen. Volgens hem waren de presidenten blij dat ze de informatie uit de eerste hand kregen. De president ging ook in op de verlaging van de energietarieven en volgens de staffelmethode. En geen halve informaties die soms door bepaalde media's op een bepaalde manier worden gebracht, dan wel geïnterpreteerd. En nogmaals, heel belangrijk was, men weet binnen welke context 148 is gebruikt. En de enige vraag wat men stelde is, de grondwet biedt de gelegenheid, je bent dus binnen wet en regelgeving. En daar kan ik alleen maar volmondig ja op zeggen. De mensen van 1100 kilowattuur betaalde 401 en toen kwam de bom. Dan maar pak 40, bijna 1500. Bij de nieuwe staffel gaan ze 768, oftewel een korting van 691. Dat wil zeggen dat we, dit zijn we al samen overeengekomen. We zijn al op de goede weg. We zijn ook erg ingenomen met het feit dat de organisatie van de SER heeft aangeboden om ook een steentje bij te dragen. Ik denk dat ze vandaag, zeker morgen, met de minister praten. En nogmaals, ik trek alles uit de kast om 1. De mensen zoveel mogelijk te vrijwaren van de te zware last, omdat we weten hoe hard het is. En tegelijkertijd is het ook zo dat we wel constant gaan vragen naar enige bijdrage, omdat we allemaal wat offers moeten brengen. President Bouterse typeerde de nieuwe tarieven als een cadeau aan de bevolking. Hij gaf aan dat de EBS grove fouten heeft gemaakt bij de berekening van de tarieven en dat die nu gecorrigeerd worden.